In de loop van de jaren heeft de zoekmachine Google haar online dienstenpakket, ook wel Google Apps genoemd, enorm uitgebreid. Hoewel een groot aantal Google Apps zonder account gebruikt kan worden, is het hebben van een Google account toch erg handig. Met een account bieden de apps namelijk handige extra's, zoals het onthouden van zoekopdrachten of opgezochte websiteadressen. Voor een groot deel van de Google Apps is een account zelfs vereist. Dat geldt met name voor Google Docs, omdat daar immers eigen documenten opgeslagen worden. Door een account aan te maken, weet Google welke documenten bij welke gebruiker horen. En mocht je je zorgen maken over privacy, dan is het goed om eerst even de privacy-informatie van Google door te nemen. Typ daarvoor achter het hoofdadres van google.nl een schuine streep, gevolgd door het woord privacy. Je komt dan op een pagina met een samenvatting van de privacy-principes van Google. Van daaruit